Lekker, zo niet op de. Ik ben Mark en we vandaag weer met Prinsen Architect. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. En we gaan vandaag even gelijk eventjes een grondig onderzoekje regelen. Ondertussen zijn de bouwvakkertjes weer gelijk bezig met het bouwen van alles. Volgens mij hadden we de vorige aflevering ook gelijk dat we de bezoekersruimte weer kunnen regelen. Dus die gaan we waarschijnlijk deze aflevering. Daar ga ik in ieder geval vandaag gelijk mee beginnen. Even zien, waar staat de bezoek? Oké, hier. Okay, dan komt hier dus nog een extra bezoekersruimte. Dat was even de muurtjes regelen. Oké. En dan komt hier natuurlijk van die deurtjes te zitten. Waar de gevangenen kunnen gaan zitten. En precies aan de overkant waar de bezoekers gaan zitten. Ik had het wel leuk dat je dat gewoon een beetje kunt indelen. We zien. Geen bezoekerstafels, maar gewoon bezoekersruimtes. Oké, dan moeten we dit allemaal even zo neerleggen. En dan hier nog een aantal. Zo te zien is er alweer een aantal tultjes gegraven. Oh ja, hierheen. Zo, die is nogal behoorlijk lang. Daar ook eentje zo te zien. Kijk dan. Gewoon helemaal deze kant op gegraven in die tijd. Oh nou. Het is best wel ver. Oké, en hier is ook een aantal gegraven. Dat merk ik wel heel erg op dat het echt in dit gebiedje is. Dat heeft toevallig ook met dingen te maken met dit allemaal in elkaar zit. Ja, eigenlijk wel. Dus ik moet waarschijnlijk een beetje gaan indelen. Dat dit gewoon voor minimaal beveiligde gevangenen worden en dit meer een medium. En dan hieronder. Maar ja, dan moet ik dit wel waarschijnlijk eerst eventjes allemaal regelen. Even zien. Oh ja, we waren de vorige aflevering natuurlijk bezig met alles een beetje plaatsen. En dan kunnen we deze aflevering dan even alles kopiëren en plakken. Beetje irritant dat hier net niet de stroom komt. Dat zal dus wel gaan betekenen dat we even twee van die stroomkabels hier naartoe moeten leggen. Maar dat zal in ieder geval niet zo uitmaken. Ondertussen ga ik eventjes gelijk even de douches en de... Nou ja, luchtplaatsen, dat hoeft in principe bijna niks meer geprobeerd te worden. Het hoeft alleen nog wel een beetje gas in te worden. Nou, gewoon de onderzoek doet nu wel weer prima. Zo, gras. Oké, de douche komt hier. Komt de luchtplaats hier. Een ontsnappingsgevaar. Ja, dat is ook nog wel aanwezig hier. Gelijk dit even neerleggen. Oké, douches. Hier eentje. Hier een muur. Ja. Komt net niet goed uit eigenlijk. Dat is een beetje jammer. Nou ja, dan laten we gewoon zo goed. Ik denk toch niet dat ze alle douches gaan gebruiken, maar oké. Voetjes hier en hier. Gelijk even het water aan de waterleiding aan liggen. En dan gewoon mooi tot zo. Oké, dan gaan we gelijk eventjes de keuken en de kantine regelen. Nu heb ik hier wel een muurtje gelegd, maar dat is dan eigenlijk in principe helemaal niet nodig. Zoiets. Oh, en dan moet hier dus de kantine komen.
Ja, eigenlijk moeten wel muurtjes komen, want dan kunnen we het in ieder geval een beetje indelen. Dat is net zo handig. Hoppakee. Zo, dan komen hier gewoon deurtjes te zitten. Hier personeelsdeurtjes, hierheen, daarheen. Dan wil ik er ook eentje hier neer hebben, zodat ze wat makkelijker bij kunnen komen. Misschien hier nog eentje. Just to make it wat makkelijker. Goed in Nederlands, by the way. Nou, even zien. Ik ga eventjes de tafels regelen. Komt weer niet goed uit. Nou ja, dat doen we er maar mee. Dan dealen we er gewoon keihard mee. Nee, dan leggen ze gewoon hier aan. Dan komt het wat beter uit. En waarom zijn er zoveel sterfgevallen? Jemig. Prullenbakje hier en prullenbakje daar. Je moet eventjes gewoon een personeelskantine worden, want nu gaan ze allemaal hier naar binnen en dat wil ik juist niet. Oké. Aantal gootstenen, die zet ik wel een beetje aan deze muur, denk ik. Zo, en nog een aantal prullenbakjes hier tussen. Gewoon twee rijen fornuisjes. Oh, totdat ik geen geld meer heb. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus we moeten waarschijnlijk nog wel eventjes gaan wachten. En dat gaat dus weer 8 uurtjes duren. Of nou? Nee, eigenlijk niet. Ongeveer. Hier moeten dus ook nog allemaal metaaldetectors komen. En hier moet er dan natuurlijk nog extra wat komen bij die deuren en zo. Hier komt natuurlijk gewoon een gang door. En dan kunnen ze maar zo makkelijk doorheen. Maar waarom zoveel sterfgevallen? Jemig! Kijk dan, alweer! Ergens een tunnel gevonden. Oh, hier. Oh, daar hebben we natuurlijk geen geld voor. Maar waarom zijn er zoveel van die familie? Ja, dat kan wel zo zijn, maar we hebben nu weer bezoekersruimtes. Veiligheid. Zelfs in de gevangenis willen mensen zich veilig voelen. Als er veel gevechten plaatsvinden in de gevangenis, of het algemeen dreigingsniveau hoog is, zullen gevangenen zich minder veilig voelen. Zich misschien wel gaan bewapenen. Als dit een probleem wordt, kun je de veiligheid in de gevangenis verhogen door meer bewakers aan te werven, meer patrouilles aan te maken of de andere behoeften voor je gevangenis te vervullen. Dat zal dus betekenen dat we wat meer bewakers op gaan hebben. En jemig, daar is er een tunnel gegraven. Hier verderop is een tunnel gegraven. Hier is een tunnel. En hier. En daar. Oh my god. Zo. Maar hoe komt dit eigenlijk? 119 zitten vastgebonden in een cel of in zijn opleiding. Er zijn gewoon heel wat mensen die onnodig zijn gefouilleerd. Ja, ik moet natuurlijk wel even een grondig onderzoekje regelen, anders komt het nog niet goed. Zo, heb ik dat ook weer geregeld? Volgens mij is er ook weer een van mijn bewakers dood of zo. Ja, er is er een bewaker dood van mij. Eigenlijk heb ik wel binnenkort tasers nodig. Heb ik eigenlijk wel goed gekeurd? Ja, die heb ik al wel goed gekeurd, maar
De meeste die hebben dat nog niet. Programma's. Certificaat voor het gebruik van tasers. Doe er gelijk al wat meer. Eén geslaagd, al 10%. Want nu zet ik wat meer programma's neer, zodat gelijk een hele bult mensen dat kunnen doen. Dus gaat dus wel betekenen dat er heel wat geld voor gekost wordt. Kijk maar, dit is wel een beetje een klaslokale. Nou, dat is in principe prima. Drie geslaagd. Kijk maar, dan krijg je toch wel een beetje... Dan krijg je het toch al een beetje snel af en dan kun je gewoon taseren. Zonder dat er weer mensen doodgaan. Gaat dus wel betekenen dat we even heel wat geld kwijt zijn van de uitrusting van de tasers. Maar nu heb ik wel weer gelijk een bult geld binnen. En daarmee kan ik nu eventjes gelijk weer even wat inrichten. Zo. Even zien. Ja, dat ding dat kan nog wel even aanhandelen. Nog met deze. Nog meer sterfgevallen. Oh, wat leuk. We maken dit gewoon weer naar een normale kantine. Gemeenschappelijk. En dan, gaan we eens even beginnen met klonen, denk ik. Zo. En dan boom. Oh, oh, oh. Hoppakee. Dit nog even een aantal keren plakken. Dit kost me veel geld. Moet je zien. Ja, dan ben je zo door je geld heen. Nou, ik denk dat ik... Oh god, rellen. Nee, maar ik ga dit de volgende aflevering eventjes weer fixen. Want zoals je ziet kan, hier zijn hier alweer heel wat rellen bezig. Dus ik hoop dat het leuk vond. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.